voor de liefhebbers straks Google Earth. Kijk even van boven. Het is in de vorm van de logo van de NS, dit gebouw. Ja, serieus. Eigenlijk wel slecht. Voor de architectonische liefhebbers. Achter jullie, het oude kantoor van de NS. Dat bakstenen gebouw, dat grote, heet de Inktpot. Omdat het in die vorm ook is. Is de organisatie die regelt om de sporen, de liggen en de wissel te doen. Wij zijn de organisatie die daar gele treinen overheen rijden. Dat is even bottom line, de verdeling. ProRail verbouwt het station. Nou, we gaan straks het station in, dan zal ik wat meer over vertellen. Dit gebouw is het hoofdkantoor 4, hoofdgebouw 4, HGB 4. Dat komt met dit HGB 1 is hier, dit gebouw hier. HGB 2 in het midden en HGB 3 in het midden. Dat zijn de blauwe kantoren van de NS. NS. Super grote tent, lang geleden ontstaan. Een bedrijf wat alles zelf deed. En om een indruk te geven dat het bakstenen gebouw wat jullie daar zien. Om de bakstenen te kunnen maken heeft NS een bakstenenfabriek gekocht. Om de houten vloeren erin te leggen hebben we een aantal bossen gekocht. En om het te laten maken door een aannemer hebben we een aannemer opgericht. Die kennen jullie vandaag de dag als Structon. Structon is ook onderdeel van de NS groep. Ja. Dat zijn even de leuke historische feiten. Waarom vertel ik dat? Omdat dat soort aankopen, steenfabrieken, bossen, grote emplacementen, zijn vandaag de dag nog steeds die grote stukken grond die NS in bezit heeft. Wat doen we ermee? Ontwikkelen. Daarom is NS een van de grootste grondbezitters in binnensteden, bij stations. Soms door het emplacement, maar soms door fabrieken die er stonden. Wij hebben dus nog heel veel grond en die brengen we tot ontwikkeling. Vaak dus in binnensteden. Nou, dit is een van de uithoeken, van een van de vier hoeken zeg maar, van het stationsgebied. Je ziet hier in die prachtige kleuren Hoogkaterijnen. Het is een beetje het best renderende winkelcentrum van Europa. Super groot, komen heel veel mensen. Goed functionerend winkelcentrum, maar ja, wel even heel gedateerd. En alle bezwaren die vanaf de opening gemaakt zijn. Albert heeft dat verteld, nou, daar kan iedereen zijn beeld bij vormen. Hier langs de Hoogkaterijnen, tussen het station en Hoogkaterijnen in, zitten alle bussen gepropt en de tram. Je ziet hier achter nog de tram en de uitlopers. Hier kunnen de trams wisselen en weer terugrijden. Nu zitten alle bussen aan deze kant op een klein deel na. De helft gaat naar de andere kant toe. Dat is bij de knoopkazerne, dat laat ik straks zien. Aan deze kant zit vooral het regionaal vervoer, aan de andere kant van dus dat viaductje of die overloop die jullie zien. Het stadsbusvervoer en de aansluiting met de terminal, met het hoofdstation. Het hoofdstation is niet het oorspronkelijke hoofdstation van Utrecht. Het hoofdstation is het oude Malibaanstation, daar zit nu een spoorwegmuseum. Voor de liefhebber helemaal verbouwd, oude treinen, oude gegevens en is gewoon nu een museum geworden. Dit station is later gebouwd om netjes langs Utrecht te gaan. En dat in één keer zo gedaan met een heleboel sporen, heel breed, zodat er heel veel treinen doorheen kunnen. Nou, dat is nu gewoon de grote centrale knoop van Nederland als het gaat om spoorvervoer. Katerijnen is dus het winkelcentrum. Katerijnen, woordgrapje, trein erin. Dat is een kantoor van de NS. Rijden treinen onderdoor. Het is niet over het spoor heen gebouwd, maar de sporen zijn er later onderdoor gelegd. Laag Katerijnen staat ernaast. Ook allemaal van de NS. En daar zien jullie Jaarbus Utrecht. Dat is het Beatrix Theater. Naast het Beatrix Theater zie je de knoopkazerne zoals die er nu bij staat. Om te slopen en nieuw te bouwen. Jullie opdracht. En we kijken nu in de as waar de Rabobrug straks gaat landen. De Rabobrug is interwijkverbinding voor voetgangers en interwijkverbinding voor fietsers. Dan gaan we die zo open. Ja, wel zijn we echt heel goed. Ja, dat is wel echt goed, jongens. Ja, het is wel een huge massa. Ja, ook. Maar ik vind het wel vet met zo'n hoge dichtheid. Wat ik vet vond, is dat knooppunt wat je moet creëren. Het knooppunt tussen al die verschillende verkeersvormen. Ja. Ja, dat is ook wel een van de belangrijkste dingen van de denk ik. Ja. Ja, al die bruggen die aansluiten op dat forum en zo, dat is gewoon echt een directe punt. Ja, maar dat maakt het ook heel vet. Oh,
dat is ook voor ons. De grossier is slecht geworden. Waarom is er eigenlijk een supermarkt geen grond? Dat vraag ik me af. Ja, dat is een goede vraag. 5, 7, 6. Waarschijnlijk omdat het er wel gelegen heeft, maar dat het spoor uiteindelijk is opgeheven om het perron te verbreden. Oké. Okay. Ik denk dat dat een van de redenen is. Oké. Okay. Moet je jongens opletten, vaak hebben we bij stations. En nu komt die waarschijnlijk weer terug. Ja, ze tellen eigenlijk al het aantal sporen. Uh-huh. En het perron aan dat spoor is ook het perronnummer. Ja. Oh ja, dus als er dan een spoor tussendoor ligt, dan vergeet je wel eens het nummer. Okay, even een beetje uitwijken naar buiten. Ja, we doen het. Als je voordat we er zijn en 5 minuten, 10 minuten voorbij of zo. Wanneer is dat hier eigenlijk verbouwd? Lijkt me niet dat het allemaal open is. Dit hele allemaal stukje met allemaal die nieuwe hokjes erin. Dit wordt allemaal geschat. Hele... Maar wanneer zijn deze hokjes dan gemaakt? Want er is op een gegeven moment denk ik ook erbij gekomen allemaal, ja, al die functies. Dat is grappig nog, die zijn voor tijdelijk gemaakt. Die staan er ook weer 5 jaar. Die blijven met hier of 10 jaar. Dat is allemaal, maar het ziet er nog netjes uit. Nou, hier een mooi uitzichtpunt. Ja, hier komt het forum, toch? Ja. Ja. Nou, nog niet, er zit nog een perron tussen. Heel vogeltjes staan. Nou, ik ben even doorgelopen door die stations, want het is gewoon super druk daar met al die mensen. En je zag net toen je daar liep het effect van het feit dat het busstation op één kant zit. Aan die kant is het mega druk. En in deze hoek van het station kan je rustig een tenniswedstrijd gaan spelen. Die deze straks, die bussen gaan voor de helft hierheen, hierachter. En dat is echt vanaf hier, hè, helemaal. En dan krijgen we een veel betere balans in het gebruik van het station aan beide kanten en de overstap, etc. Wat we straks gaan doen, is je ziet hier een loopbrug naar de sporthal. Die sporthal die gaan we lopen dit jaar gaan we slopen. En daar beginnen we met de eerste fase van het station, de tweede fase. En dit hele betonblok hier, wat hier boven de sporen ligt, wordt in verschillende delen gewoon opengelegd. Op zich bouwkundig allemaal niet super spectaculair, maar ik zei net al op de trap naar boven. Het lastige is, iedere dag rijden treinen, iedere dag komen hier mensen en we kunnen het niet dichtgooien. Het moet allemaal continu doorgaan. En dat betekent dat je continu de verbinding naar de binnenstad open moet hebben. Nou, die complexiteit, dat is wat het verbouwen van het station ontzettend moeilijk maakt. Hier zie je nog een groot betonnen gebouw. Het middelste gebouw daarvan, dat gaat gesloopt worden tussenuit. En dan komt de tram uit Nieuwegein, die komt door het middelste gebouw dan heen, draait hier zo naar binnen en komt hier. Dat is de ene. En we gaan hiernaast, dus tussen het betonnen gebouw en het spoor in, daar komt dus het stadskantoor voor 65.000 vierkante meter. En hier is nu een vrij smalle overloop naar buiten toe. Die wordt dus veel breder. Dan kom je uit op het Westplein en dan gaan we zo zien waar je wat dat ongeveer is. Wat we zo doen is even hier naar deze loopbrug aflopen naar het Jaarbeursplein. Dan naar de Knoopkazerne en dan lopen we terug via de andere tunnel. Dan kun ik je daar nog even laten zien wat de andere uitlopers van het gebied zijn. 12 uur 44 vertrekt van spoor 8A. Thank you.
hier die trap afgekomen. Dit zijn de trappen van het Westplein straks. Hè. Dit wordt allemaal gesloopt, die halweg. En dan komt hier een brede trap naar het forumniveau, 8 meter. En dan kom je eigenlijk in het station zelf, daarachter. Hiervoor dus ook gewoon, zie je dus die betonnen gebouw aan de andere kant. Daar moet die tram dus doorheen, maar dat kan pas dat hier die grote parkeergarage achter jullie, dat die gesloopt wordt. Dat gaan ze volgend jaar doen, dat is even een beetje de grindbak genoemd, die moet weg. En dan komt er onder dit plein een ondergronds parkeergarage voor een heleboel auto's. Het rechtergebouw van de drie die jullie hier zien, wordt ook herontwikkeld. En daar zijn plannen om een WTC van te maken. Dus dat is ongeveer wat hier gebeurt. Dan moet er bij het NH-hotel nog wat gebeuren. En aan die kant hierachter, daar komt dus de cinema en het casino. Dus het wordt echt een leisure kwartier en veel meer ook attractie om daar ook te komen. De fietsenstalling, gaat die ook... De fietsenstalling die zit eigenlijk zeg maar in de trap. Dus die trap die heeft zeg maar een hoek en dan een stukje recht. En daar zitten 5000 fietsen in. Die komen hier. De fietsenstalling is nu, die kleine, die wordt nu gesloopt. Ik loop straks met jullie door de andere toren, daar zie je ook nog een stuk fietsenstalling. En dan komt de fietsenstalling van 6000 boven het busstation aan de andere kant. Waar we net staan, ik heb eigenlijk vergeten te vertellen. Ook iets van 5000. Dan nog onder het Oostplein. In totaal moeten er meer dan 20.000 fietsenstallingen komen. Dat is best wel heftig veel. We gaan naar de knoop. Realiseren wat dit gebouw hier doet. De eerste 6-7 etages voor jullie ontwikkeling, die kijken tegen een dichte gevel. Denk erover na in je ontwerp, dit blijft zo. We zitten wel in de Expeditiestraat, maar het heeft heel veel impact op de manier waarop je dit gebouw hier zou moeten ontwerpen. Deze straat, en we zijn zo nog even naar die andere kant, heb je zo'nzelfde straat. Voor de rest is het hier gewoon naar de grond en alle ruimte voor jullie om er een mooi plek te komen. Het gebouw is nu, ik geloof 20.000-25.000 meter, dus dat gaat eruit en dan in één keer terug dus die 135.000 meter, inclusief alles dus bovenop het busstation. Dus nou, over het gebouw hoef ik niet veel te vertellen, want jullie mogen het gewoon vergeten, het gaat weg. Ja. Yeah. Ja, heb je gelijk. Massa, 2,5 keer die Rabobanktoren. Volume. Oh ja. Nou, die groene torens. Je ziet er nu maar één, maar er staat er nog zo één. Dat is als je van boven kijkt een prachtige verrekijker. 2,5 keer dat moeten jullie dus gaan inpassen op dit terrein. Okay. Dus even, als het gaat om dichtheid en uitdaging, ben je wel even aan de beurt. Nou, hier het oude Rabobankkantoor en de nieuwbouw. Ook Rabobank, je hebt het verhaal van Pieter gehoord. Dat vind ik echt een heel inspirerend en leuk verhaal. Heeft te maken ook met niet alleen het gebouw, maar ook hoe je daar werkt. Rabobank gaat hier in die groene torens het nieuwe werken invoeren. Flexibele werkconcepten, paperless office. Je kan alles bedenken, maar wat nieuw en gaaf is, dat gaan ze dus in die torens doen. En hier wordt eigenlijk een heel groot deel van de Rabobank activiteiten geconcentreerd. Hun hoofdkantoor is bijna af. Hier moeten we nog beginnen. Nou, ook 24 uur is kort, maar realiseer je even. Grootste bank van Nederland zit hier en heeft straks jullie als verbouwende partij naast zich. En niet voor eventjes, maar wel voor een paar jaar. Heeft wat te maken met impact, looprichting. Hoe komen de Rabo-mensen straks bij het station? Dat zijn dingen, dat kan je niet allemaal uitwerken, maar het is wel van belang. En dat zijn dingen waar wij mee te maken hebben. Te beseffen dat dit gebied maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. Het is niet zomaar dat je even lekker je plotje kan vrijvegen.
bouwhekjes eromheen en succes ermee. We lopen even zo eromheen, volgens mij kan dat net. En dan kun je ook zien hoe die ruimte bij het busstation eruit. Waar komt de Rauwbrug aan? De Rauwbrug komt een beetje net links van deze auto's aan. Je zit ook links van ons hoofdkantoor. Dus daar, hij gaat tussen die twee gebouwen, tussen Hoogkaterijn en dat witte gebouw in. En dan maakt hij een knik iets naar buiten en dan komt hij hier aan. Maar jullie hebben straks internet, die vind je makkelijk en daar kunnen we ongeveer vanuit gaan. Hier heeft dus ook een klein gebouwtje gestaan, is gesloopt. En langs deze hele zone, dat is grondgebied van NS. En er zijn was een gek aan het saneren om daar allemaal bebouwing mogelijk te maken. Nou, hier zie je dus dat station liggen zo. Dat wordt dus veel groter, met een veel grotere, mooiere kap. Ontwerp Bentham Crowell. En je zal hier dus bij het ontwerp van die knooppunten goed moeten nadenken. Aan de ene kant aan de Kroeselaan en de stadsverkeer. Maar aan de andere kant, hoe zorg ik dat de mensen die hier gaan werken straks heel makkelijk zo het station in komen. Want als je die verbinding goed organiseert, wordt het ook aantrekkelijk om die combinatie van kantoor en trein ook echt aan te bieden. En we zien ook voor ons, Utrecht is natuurlijk een heel centrale knoop. We zien dus dat veel meer mensen niet alleen dat netwerk van kantoren, wat Pieter vertelde, maar ook het netwerk van stations aan het gebruiken zijn. En een voorbeeld daarvan is de Rabo, die zitten hier niet voor niks, want ze wandelen hier naar de trein toe. Binnen een uur zitten ze in Eindhoven en daar is het andere grote hoofdkantoor van Rabobank. Bij het station, zodat ze niet eindeloos veel mensen op de weg hebben, maar dat die gewoon gebruik maken van het treinverkeer wat er is. Ook al met het kader van duurzaamheid, publiek vervoer, etc. Dus dit is ongeveer het terrein en dat busstation, nou, dat schiet dus een flink en door. Maar daar zal je overheen moeten. En hier ProRail met een Kate, die zijn dus bezig om die hele verbouwing ook te organiseren. Overigens ook wel aardig om even te vertellen, want dat zijn dingen die we vergeten worden. Er wonen ook een hoop mensen op Hoogkaterijnen. Met name, we komen straks door die andere tunnel in, maar daarboven op al die hoeken zijn dus ook appartementen gebouwd. Het is een best wel heftig uitzicht ook vanaf daar, maar het is niet alleen maar kantoren en winkels, er zijn ook echt bewoners daar. En daar moeten we rekening mee houden bij de verbouwing van het station, omdat het natuurlijk veel geluidsoverlast geeft. Oké. Die beschermd zijn. Ja. En die, daarom mogen ze dat gebouw nog niet slopen. En dat is een beetje jammer. Want het is best wel mooi, best wel een groot plein waar allemaal mensen langskomen en waar de markt is. En als het dan uiteindelijk dat gebouw af is, dan wordt het een heel mooi centrum. Dat was het in Heerenveen. Met drie groepjes in de Skybox. Gaat het een beetje lukken, denk je, deze keer? Ja, ik ben benieuwd. Ja, het is wel heel complex. Complex. Maar in ieder geval, wel goed dat we ook de locaties te zien krijgen. De presentaties die helpen wel veel, in ieder geval wat inzicht betreft. Wordt lastig. Dat wel. Ja, denk ik. Vorig jaar was het makkelijker volgens mij. Maar dit is ook grootschaliger, denk ik. Dit is veel grootschaliger, ja. Want moesten jullie vorig jaar ook de stedenbouwkundige context? Ja, dat werd sportstad Heerenveen met daar was het verhaal. Dat moest helemaal inpassen.
is wel intenser of zo, dynamischer. Vooral op zo'n klein gebiedje. Ja, we zullen zien. Daar mogen we nog 350 woningen bouwen. Dat wordt gesloopt. Nou, dat wordt gesloopt, dit rijtje, met uitzondering van één, want er staat een monument tussen. Ach, dat zal het je zou het niet geloven, maar het staat er niet. De woningen die heeft de les gekocht, al een jaar geleden, want die kraken, die kunnen slopen op het moment dat het zo verder wordt. Stedenbouw, ja, een AT die kan ook wel een beetje stedenbouw doen. Ja, een AT kan ook wel een beetje constructie doen en zo, hè? Ja, wordt hij wel voor opgeleid. Even nog een laatste puntje. Dit is de Noordertunnel. We hadden de Rabobrug als Interwijk, het station zelf. Dit is eigenlijk de derde sport aan de ladder. Van wie iemand vroeg je van golf van mensen gebruiken deze tunnel nou? Iedere dag 40.000 in- en uitstappers door dit tunneltje. Heel mensen die uit de Lombok gedeelte komen, Smakkelaarsveld, de Dalseplein, grote groep mensen die daar werken gebruiken allemaal deze route. Dit is ook de route die je gewoon direct naar het Neude brengt. Als je gewoon zo deze volgt, we lopen hem straks omdat we naar het bos gaan. Maar dit soort routes zijn juist de informele routes waar verschrikkelijk veel mensen gebruik van maken. En waar we dus nu aan het kijken zijn van hoe kunnen we die integreren in het stationsconcept. Om te voorkomen dat we alleen maar bezig zijn met een grote mooie terminal. Terwijl dus gewoon de helft van de mensen niet eens in die terminal komt. Dus deze is nu een beetje in verbouwing. Er zit verder weinig aan voorzieningen. Maar het zijn wel echt essentiële verbindingen in zo'n stationsgebied waar een hoop mensen gebruik van maken. Nou, dan gaan we naar het bos toe. Ik denk dat het gaat wel.
Ja, ik heb gewoon een computer gewoon al die mensen ontstaan. Ja, ja. Niet alle bomen zijn in Photoshop te krijgen, hè? Nee? Nou, ik heb er nu 3,5 in Photoshop gestaan. Ja, we zijn net achter de bomen. Hier is ook gewoon een beetje chance. Hier gingen nog wat verbindingen ook overheen van het hoofdketterrein en terug, dat is allemaal veranderd. Ik denk dat nog niet van. Ja, maar hoe je het fucking complex is. Zo cool, dit is echt gewoon. Hey, succes hè! Ze zit volgende. Maar hier kun je een beetje indruk krijgen. Hè? Dus hier is die jaarbeursgarage, dat Westplein omhoog. Het gebouw wat er tussenuit is gezaagd, is het laten zien. Hier bouwen wij nog een gebouw tussen. Het stadskantoor, de knoopkazerne die jullie als het goed is wel even ordentelijk gaan ontwerpen, beter dan dit. De knoop zoals het nu staat, het nieuwe hoofdkantoor, het hele Jaarbeursplein-terrein. Hier nog een ontwikkeling van 50.000 meter op het Jaarbeursplein. Rondom het hoteltoren wordt verbouwd. En hier zie je dus die tram, die komt dus zo binnen gereden, hier onderdoor. En dan zie je dat Forum en dan duikt die onderdoor en dan is daar het station. Nou, nou. Het kan nog zijn dat het naar de oostkant gaat, dus de tram. De gemeenteraad heeft weer zo zijn ideeën. Goed, welkom allemaal bij gemeente Utrecht. Projectorganisatie Stationsgebied, een van de twee organisaties die apart is opgezet om een bepaald gebied van Utrecht te ontwikkelen. Dit van natuurlijk, de naam zegt het al, het gebied rondom het Centraal Station Utrecht. Wie van jullie is bekend met Utrecht? Nou, mooi zo, ik ga toch nog even aanwijzen hoe de globale structuur van de stad hier in het centrum eruit ziet. En even voor de goede orde, mijn naam is Tjerk. Ik ben een van de vier voorlichters die vanuit de organisatie de vertaalslag maakt naar de buitenwereld toe. En ik ga dus ook vandaag een en ander vertellen over het globale plan voor het gebied. Waarin jullie de focus hebben op het terrein van de knoopkazerne en een stukje langs de Meneurslaan. We zien hier een combinatie van de binnenstad van Utrecht en het stationsgebied. Samen eigenlijk de kern van Utrecht. En je ziet hier ook deze houten strook lopen. Dat is een bundel van sporen. En deze bundel van sporen, zo zeggen we dat altijd, verdeelt eigenlijk de stad in een westkant en een oostkant. Met het oorspronkelijke centrum, daar waar je ook de Domtoren ziet staan. Even meteen de vraag, hoe hoog is de Domtoren? 112. Maar aardig in de richting. 112 meter. En wat is de algemene stelregel voor de bouw van nieuwe gebouwen? Een kleine dom. Niet hoger dan de dom, inderdaad. Dat houden ze ook aan voor dit gebied. Als wat je ziet, als het van hout is, is oud vertrouwd. Dat verandert niet. Alles wat doorzichtige perspex plastic kleurtje heeft, dat is een project. Is er niet altijd van duidelijk wat het wordt en hoe het eruit komt te zien. Maar in ieder geval is vast de locatie en ongeveer de omvang aangegeven om je enig idee te geven. En daar waar je al gedetailleerde gebouwen ziet, zoals hier, 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 het stationsgebouw en hier het stadskantoor, dat zijn zo projecten waarvan de definitieve ontwerp is vastgesteld en wat in uitvoering kan. Ik neem er even de sporen aan als scheiding tussen oost en west. Nu is het zo dat de stad Utrecht voornamelijk aan de westkant is gegroeid in de afgelopen jaren. En de mensen aan de westkant van deze sporen moeten al hun faciliteiten in de stad vinden aan de oostkant. Want aan de oostkant zit het eigenlijke winkelcentrum en hoge treinen, maar ook de busvoorzieningen zoals hier, het busstation voor de streek en het busstation voor de stad. Met hier een overgang vanuit het station
na hoogkantreinen waardoor je heen moet lopen om in de binnenstad te komen. Aan de westkant kijken we eigenlijk die kant op tegen de achterkant aan. Want als je hier naar openbaar vervoersvoorzieningen wilt in het gebied, moet je naar de overkant van deze sporen. Je hebt dus zeg maar een obstakel te overwinnen. Je moet dus eigenlijk zoeken naar verbindingen tussen de westkant en de oostkant. Nou, we hebben een aantal bestaande verbindingen. We hebben hier bijvoorbeeld de Daalse Tunnel. Dat is voornamelijk voor het autoverkeer. We hebben hier de Leidse Veertunnel, waar voornamelijk de bussen en de tram doorheen gaan. Want de tram gaat nu nog hier vanuit Nieuwegein, IJsselstein, zo over Westplein, door de Leidse Veertunnel. En aan de oostkant komt er hier een eerste stop bij de stadsbussen en daarna een stop bij de streekbussen. Maar die is nu al afgesloten voor op- en een uitstapplaats vanwege de komende bouwactiviteiten. En dan hebben we nog een derde tunnel hier, dat is de Sijpsteentunnel, die voornamelijk gebruikt wordt door fietser en voetganger. Die eigenlijk parallel ligt aan de Noordertunnel, die ook weer aantakt op de Prons. Tot zover de verbindingen. Wat voor een verbinding tussen Oost en West hebben we eigenlijk nog meer? Het station zelf. Dit gebouw. En daarna hebben we naar het zuiden een hele tijd niets. Een van de verbindingen die erbij gaat komen is hier de Rabobrug, zoals voorlopig de werktitel is. Dat noemen we voorlopig zo omdat de Rabobank een deel gaat investeren in die brug om het mogelijk te maken. Vanuit Zuid-Utrecht bestaat er al langere mensen om ten zuiden van het station een extra verbinding tussen Oost en West te maken. En die kan hier nu dus eindelijk komen. Goed om te weten is, voor jullie project, want hier is namelijk Beatrix Theater, Knoopkazerne, Rabobank, dat die brug uitkomt op de straat tussen het gebied van de Knoopkazerne en het Rabobankcomplex in. Eén belangrijk punt om op te richten. Andere is de aanpak van de zogenaamde achterkant van het station. Nu is het namelijk zo dat als je vanaf het Jabesplein naar het station wil, waar kom je dan op uit? Wat zie je dan als je vanaf het Jabesplein langs Beatrixstraat naar het station wilt lopen? Wat zie je daar? Sporthal Hoogkatrijnen met daaronder de Albert Heijn To Go, Multifly, een kroegje. Je moet dus eerst daardoor een stukje Hoogkatrijnen heen en daarna door een traverse voordat je in de eigenlijke hal uitkomt. En dat terwijl 2/3 van de mensen tegenwoordig aan de westkant van de sporen woont. Dat gaat veranderen. Het station zelf moet namelijk uitgebreid worden. Het is namelijk ooit gebouwd voor zo'n 3800 reizigers per jaar. Het aantal reizigers is gegroeid. De stad is populairder geworden. Maar ook de Uithof is gegroeid. Er komen meer studenten in de stad. En de hoogsnelheidslijn moet hier ook gaan stoppen. Dus we voorspellen een nog grotere groei van het aantal bezoekers. En dat is nu al zo'n 55 à 600 reizigers per jaar. Terwijl het gebouw er oorspronkelijk niet voor gebouwd is. Dat is al een heel punt. Andere kant is het gebouw tegenwoordig op zo'n manier ingericht dat het zijn eigen geld kan verdienen. Want het is van een staatsbedrijf veranderd in een privaat bedrijf. En hoe verdient het station zijn eigen geld? Exploitatie. Door? Winkels, juist. Kantoren. Je ziet tegenwoordig een lingeriezaak, een sushibar, een boekenhandel, een Albert Heijn To Go, een koffiecorner, noem het maar op. Allemaal dingen waarmee het station geld binnenhaalt. Een soort mini-winkelcentrum in het station. Dat is wel ten koste gegaan van de praktische gebruiksoppervlakte van de vloer van het station. Terwijl het aantal reizigers is toegenomen. Dus je hebt hier echt tegenwoordig een capaciteitsprobleem. Die hal moet vergroot gaan worden. Bij het vergroten van die hal gaan ze meteen ook op een andere manier hier de openbaar vervoersvoorziening aanpakken. Want om de westkant van de stad beter te bedienen, gaan ze hier de bussen anders indelen. Je had hier eerst streek en stad en het wordt in de toekomst een oostoriëntatie en een westoriëntatie. Daarbij gaan ze zorgen dat alle openbaar vervoersvormen onder één dak te vinden zijn. Ze gaan dus deze stationshal op zo'n manier bouwen dat het dak tot voorbij de sporen gebouwd wordt en je onder het dak aan de oostkant een busje van oost krijgt en onder het dak aan de westkant een busje van west krijgt. Daarnaast zitten we ermee dat wij hier in het midden van het land een van de belangrijkste stations van Nederland hebben, maar het station ligt verstopt tussen aangrenzende bebouwing. Het zit hier namelijk vastgebouwd aan hoogkantreinen. Want wat gebeurt er als je vanuit het station naar de binnenstad wilt? Hoe volg je dan je route? Door hoogkantreinen. Ja, je komt eigenlijk automatisch vanwege over een stuk schuinlopende vloer, kom je in wat we noemen de Patatstraat terecht. Daar zitten een ijssalon en zo'n Aziatische afhaaltoko, een frietzaak, een broodjeszaak. We noemen het de Patatstraat. En als je dat stuk doorloopt, dan heb je eigenlijk één lange slingende route door hoogkantreinen. En als je niet bekend aan Utrecht, dan loop je op toch goede gok. Met de mensen meestal mee in de hoop dat je dan uiteindelijk hier op Vredenburgplein uit mag komen. Nou, daar willen we ook graag een verandering in zien. We willen dat het station een meer zelfstandig complex wordt. Daarvoor gaat het hier losgekoppeld worden van Hoogkatrijnen. Die Patatstraat gaat dus verdwijnen. In plaats daarvan wordt er een voorplein gebouwd
tussen station en Hoge Katrijnen in, waardoor je uiteindelijk hier aangrenzend aan het plein een hoofdingang oost kunt creëren. Zo om die kant dus een stukje verzelfstandiging van het station. Dat gaan we aan de westkant ook doen. Hier staat nu nog die sporthal met die paar winkeltjes eronder. En we hebben het voor elkaar gekregen dat het gesloopt kan worden. Het dak van het station gaat ook de westkant toe op uitbreiden, omdat onder het dak daar ook een nieuw busstation komt, een busstation West. En op de plaats van die bebouwing die hier nu nog zit, komt er ook een nieuw plein op hoogte, een voorplein, dat de overgang verzorgt van het jaarbesplein op straatniveau naar de vloer van het station. En daar komt dus ook aan de rand van dat plein de hoofdingang West. Zo krijg je dat aan beide kanten van het spoor het station een eigen gezicht krijgt naar de twee kanten van de stad toe. Een hele verbeteringsslag dus. Zitten we nog met die brugfunctie? Want wat gaat er gebeuren met het gebruik van het openbaar vervoer in de toekomst? Je laat niet meer je kaartje stempelen, maar... Chip. En niet iedereen zal erom denken dat als hij aan de overkant wil, dat dan met zijn chip door een poortje moet. Dus om daarin te voorzien, wordt er buiten de hal om een boulevard langs de hal aangelegd, onder het dak van de hal, zodat je van plein naar plein kunt lopen zonder dat je daarvoor in de hal moet zijn van het station. Zonder chip of wat dan ook. Een extra voorziening dus. Aan de andere kant wordt er vanaf dit plein aan de westkant ook voorzien in verbinding met de hier aangrenzende toekomstige kantoorgebouwen. Die samengang met de ontwikkeling van het terrein van de knoopkazerne. Even om je een globaal idee te geven. Het gaat hier om een ontwikkeling van zo'n 135.000 vierkante meter. En in verhouding, dit stadskantoor wordt zo'n 65.000 vierkante meter. Dus je ziet wat er hier aan bouw mogelijk is. Vanaf dit plein komt dus eigenlijk op hoogte dus een verbinding tussen de gebouwen die hier gebouwd kunnen worden, die ook aan moet kunnen sluiten op de fiets- en loopbrug die hier over de sporen aanlandt tussen de knoopkazerne en de Rabobankterrein in. En zo uitmondt op de Kroezelaan. Dat even een aantal kanten van het project. Er zijn nog veel meer. Ik heb hier zo'n 23 projecten voor me. Er zijn er intussen al vragen. Valt me reuze mee. Ga ik nog even door. Deze beste man haalde even de tram aan. Volgens oorspronkelijke plan zou de tram hier aanlanden, door de kantoorstrookje heen breken en dan onder deze bebouwing door aanlanden bij busstation West. Maar er is nog een andere optie, want ze zitten te kijken en te denken over de vertremming van de huidige HOV-baan van de bus 1112 naar de Uithof toe. En die loopt momenteel nog hier langs de sporen. En dan zou het wel mooi zijn als de tram vanuit Nieuwegein-IJsselstein zou kunnen verbinden met de tram naar de Uithof. En dan zou het misschien wel eens kunnen dat we de tram juist via de oostkant willen laten lopen. En dan landt de tram dus niet meer hier aan. En voordat het zover is dat besloten is, houdt in ieder geval de optie open dat hier in ieder geval een tijdelijke eindhalte komt van de tram. Omdat de tram hier tijdelijk weg moet om hier bouwruimte vrij te maken voor de projecten die hier aan deze kant van de sporen zitten. Want je hebt terrein nodig. Maar zoals je nu ook ziet als je daar naartoe loopt, dat is daar behoorlijk krap. Je kan niet zomaar even een stel hekken inzetten waarin je een bouwterrein aanlegt. Dus er moet ruimte vrijgemaakt worden. Dat doen ze dus door de tram hier weg te halen. Want dat scheelt alweer twee sporen en een perron. En dan wordt dus hier een tijdelijke eindhalte voorzien. Zodra bekend is hoe het traject van de tram verder moet gaan lopen in relatie tot de vertrem naar de Uithof, dan gaan ze hier door de kantoorstok heen om op de Nieuwslaan uit te komen en vervolgens of af te takken richting busstation West of zijn oude route via de Leidse Veertunnel naar de oostkant op te pakken. Maar dat is nog even toekomstmuziek. Moeten we nog even afwachten wat daarmee gedaan gaat worden. Is het ook belangrijk om rekening mee te houden dat onder deze toekomstige bebouwing ook het openbaar vervoer door moet kunnen rijden. Dus er moet onder de bebouwing moet een openbare weg lopen om hier bussen onderdoor te kunnen laten rijden. Die hier uit moeten komen, of via deze weg, of via een weg die hier nog aan te liggen is over het Rabobankterrein, zodat hij hier aan kan sluiten op de HOV-baan van de Van Zeistweg. Tot zover. Ik laat de andere projecten even buiten beschouwing, omdat de tijd al hard tikt. Ik verwacht ook zo mijn volgende groep. Is er in verband met jullie casus nog dingen die nog, wat betreft het overzichtplaatje, nog zouden willen vragen? In hoeverre ligt die Rabobankbrug vast? Als in, kun je nog wat verplaatsen? Of... Nee, die komt hier. Die komt hier absoluut tussen het terrein van de knoopkazerne en de Rabobank uit. En moet hier gaan aansluiten op de Kroezelaan. Daarin wordt geen andere trajecten voorzien. Het probleem hierbij is ook dat die brug op zo'n hoogte over de sporen moet, dat de opgang naar die brug ook lastig is, omdat hij een helling krijgt die te steil is om voor iedereen tegenop te kunnen fietsen.
Dus waarom het definitief ontwerp nu niet toonbaar is, is omdat ze nog met de technische aspecten bezig zijn van hoe zij kunnen voorzien in een systeem waarbij je met je fiets omhoog kunt komen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een roltrap van de tweede plat liggen, zoals bijvoorbeeld bij Schiphol je ook die schuine rolbanen hebt, dat je met je fiets eigenlijk naar boven getransporteerd en dan aan de overkant kunt fietsen. Ja, maar het is wel een werkbaar idee. Ik zie je lachen, maar het gaat, dat wordt waarschijnlijk de oplossing. Ja. Nou, voilà. Ik heb ook nog een vraag. Je zegt, er komt een route ook nog erlangs, langs de overkapping, buiten de gevel, onder het dak door. Ja, dat is van west naar oost en natuurlijk andersom. Maar dat is aan de noordkant van het stationsgebouw, niet aan de zuidkant, hier niet. Maar dat komt hier. Daardoor leiden we heel veel mensen langs de buitenkant, terwijl die misschien erin zou willen. Ja. Langs alle winkels en alle andere routes. Dus het is eigenlijk net een vliegtuigterminal. Je chipt in en je chipt uit. Ja, maar niet iedereen zal een chip op zak hebben. Als ze niet als bestemming een van de openbaar vervoersvormen in deze hal hebben. Want dit is ook gewoon een brugverbinding. Okay, het is niet per se dat mensen hier lopen omdat ze hier de bus, de trein of de metro moeten hebben of de taxi. Maar gewoon omdat ze hier van de ene kant naar de andere kant willen komen. En als zij zonder je chip op zak gewoon even de stad in wil vanaf de westkant, dan willen we toch zorgen dat de mensen hier langs kunnen lopen. Vandaar. En de winkels zijn tweezijdig, hè? De winkels zitten aan de ene kant. De winkels de deur is ook een goede. De verbinding en de andere kant aan het station. De winkels worden naar één kant van de hal gesitueerd, namelijk aan de noordkant van de hal. Waardoor aan de ene kant van die winkels de boulevard buiten langs loopt. En in de hal gewoon ook de winkels vanuit de hal zelf kunnen bereiken. Dus kun je aan de kant via de winkels, door de winkels, de hal daar lopen? Nou, daar hebben we dus wel weer het poortsysteem. Oké. Ik dacht dat het helemaal afgescheiden zou worden. Maar dat valt wel in te richten. Ja. Maar in principe de poortjes zijn die alleen voor het treinverkeer of ook voor de bus en zo. Als je daarin zou stappen. Dus ik weet ook voor de bussen, omdat je vanuit deze hal bij zowel de bussen als de treinen komt. Want de bussen die gaan ook op dezelfde hoogte aanrijden als op het perrons van de treinen liggen. Ze gaan dat allemaal, de hoogte van die openbaar vervoersvormen gaan ze op elkaar afstemmen. Okay. Wat is het bezwaar om de poortjes gewoon bij iedere, bij ieder perron te zetten, bij iedere toegang? Want ik zie allemaal bruggetjes naar de perrons. Als je daar dan een poortje zet, dan zou je... Pas op. Je hebt een probleem bij als je op het moment dat een trein leegstroomt, heb je in één keer 600 mensen die door drie poortjes moeten. En als je die kan verdelen over de hele stationshal, pas als ze de stationshal uitlopen, dan kan dat veel efficiënter. Dan heb je ook niet de opstop-effecten die... En je zou met Eindhoven, daar hebben we hetzelfde probleem. Als je daar onderaan staat, dan sta je bijna stil in de tunnel. Ook daar is de oplossing van zitten aan de buitenkant. Dat is ook waardoor je hier vanaf de bruggen ook... nog hebben moeten kijken hoe gaan we die brug aansluiten op de perrons, terwijl er een goede doorstroom blijft van de opgang van de perrons naar de brug toe. Okay. Ik heb de volgende groep binnen, dus ik moet helaas wel afscheid van jullie nemen. Bedankt voor de aandacht, succes met de casus en wie weet tot de volgende ronde. Succes!